Hallo, hallo. Dit is Kengo. Oh. Ja, we werden net meteen aangevallen door een ding. Bedankt Skeleton voor het verpesten van mijn intro. Maar goed, hier zijn we weer met Tekkit. Episode stuk of 7 of zo, I don't know. 7, I think. Jij weet het wel. Ja, ik weet het niet, hè. Anyway, we zijn weer terug met Tekkit, jongens. En ja, dit keer gaat het iets sneller achter elkaar dan normaal. Gewoon nou eventjes lekker wat willen filmen. En omdat we deze heerlijke smooth... Wow. Meteen toen ik zei dat het een beetje smooth ging, dan kreeg ik een lag spike. Dus nog steeds een beetje afwachten hoe en wat het allemaal gaat. Maar, oké. Wat we deze keer gaan doen is... We gaan eerst deze krot afbouwen. En dan gaan we beginnen met iets wat ik en Yuri eigenlijk heel erg enthousiast over zijn. En wat nog bijna niemand heeft gedaan met Tekkit. En dat is crossbreeden. Heeft hij, daar had Yuri het al over in de vorige dingen, toch? Ja. Daar zei al iets over, maar ja, goed. Dat is waar. Maar dus, dat gaan we dus in deze episode doen. En dit wordt niet al te lang, deze sessie. Het wordt iets van 40 minuten, want meer krijg ik niet op mijn computer. Dus om een uur of 8:10 gaan we alweer stoppen. Dus het is nu half acht. Iets over half acht. Wat voor rekent dat aan? Ja, ik vreselijk, hè. Nee, maar goed. Wat ik dus ga doen is eerst slapen, want er was net een creeper-explosie hier. Naar binnen gebracht door meneer hier. Laat ontploft dankzij mij. Waar is je bed? Dat bedoel ik. Dat is een van de kutdingen. Dat ding heeft mijn bed opgeblazen. En ik heb niet genoeg wol, volgens mij. Ik heb maar twee stukken wol. Ik heb nog één wol nodig. Kan je nog even op zoek gaan naar één string? Dan heb ik precies genoeg. Vast wel. Eventjes, wacht, ik moet even eten. Ik hoor meteen de spider achter je. Ah, Venk. Oké, ik heb hem. Oké, terug. Oké, maar. Huppatapata. Zo, nou, gooi je. Komt ze ook mee? Ik had er nog 3. Nou. Oh. Lekker op tijd mee. Oké, nieuw bed. Plaats, slap. Kom op, zo. Ja. Even één dingetje nog. Dat van die map gedoe was geen succes, wat Yuri had gevonden. Dus daarom dat het waarschijnlijk niet in de vorige episode erbij was. Maar goed. We gaan niet te veel praten, want ik heb gehoord van jullie dat jullie het niet leuk vinden dat ik 10 minuten ga praten. Dus we gaan meteen in de actie duiken en hout hakken. Pure actie. Hout hakken. Jongen, ik wachtte erop toen je erin. Het duurde wel lang voordat hij er iets van zei, hoor. Het was wel een beetje heel makkelijk. Pure actie, jongens. Dit moet je zien. Oh. Wow. Ah, creeper. Nee. I hate you. Die. Oh, nog één. Oh, het is Fink. Ja, hé, hey, wat de... Dude. We zijn geen Hans en Grietje. Pad van saplings achterlaten om terug naar huis te komen. We hebben de waypoints. Zo. Dude! Wat? Zoveel bomen hebben we ook niet nodig. Idioot, oké. Ik stond erop te kijken, echt. Een idioot ben jij, hè. Godverd... Kan ik niks aan doen? Kom hier. Daar leg je shit. What the fuck, echt die me echt een lol. En waarom heb je zoveel shit nog bij? Beter dump je het in die kist. Al die waardevolle oren en zo. In plaats van overal sapling te gaan spammen als een idioot. Oké, wat nodig? We hadden dit wood nodig. Volgens mij is dat het enige wat ik voorlopig nodig heb. En zand. Points weg. Okay. Oh nee, we hebben ook nog hardhout nodig voor de vloer. Zo. Dit wordt trouwens een hele... Oh, fuck. Dit is gonna be a whole white wall. Er is geen glas hier. Zo. En ik ga trouwens hier wel een deur dan maken. Zodat we dan... hoeven dit niet te hebben... Dat is toch heel irritant. Er komen toch alleen maar skeletons door. Om mijn intro te verpesten en whatnot. Zo. Oké, nu wacht, dat komt blijven. Meen ik net degene eruit die moest blijven. Lekker snugger, hè? Jij bent ook echt. Wow, wat? Wat? Slim bij, hè? Ik wou net zeggen, geen woord, denk ik. Geen woord.
Hé, hey, we hebben nog 8 rottend fles, daar kunnen we wel even mee doorkomen. Ja, ik heb er 1. Wacht, haal ik steeds het verkeerde weg? Dit moet zo meteen toch hout worden. Kijk, dan moest ik opvallen. Oké, zo. Hé, hey, ga jij anders eventjes wat van dat donkere hout halen, alsjeblieft? Ja, is goed. Als ik nog weet waarvan je dat krijgt. Van de snowbiome. Niet zo gek hier ver vandaan. Oké, okay, ik ga echt even dit helemaal... Wel de goede kant op lopen, want dat denk ik dus ik niet. Zag je recht die kant op lopen. Ik denk van, daar is snow. En al. It can only be one, I think. Maar dus leg even wat uit over de crossbreeding. Wat? Ja, oké, okay, is goed. Crossbreeding. Dat is iets met dat is iets van Tekkit, wat echt heel weinig nog gebruikt is, maar wel echt gewoon belachelijk leuk is. Omdat je er bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je kan er een iron plant van krijgen, die echt gewoon iron dust dropt. En oneindig door dan. Dat je die altijd kan harvesten. Dat je gewoon echt iron kan harvesten van plant en zelfs gold. Maar dat is dan de elite, als het goed is. Dat is zeg maar het allerhoogste van het hoogste, dus als je een plant kan maken, door crossbreeding. Wat? T8. Ja, tiers. Dat zijn dus lage verdiepingen met klasses. Van 1 is het makkelijkst te krijgen, zoals wheat en zo. En weet ik veel, sugar canes. Dat is allemaal tier 1, dat is makkelijk. En dan heb je tier 2 tot en met 8. En dat zijn allemaal dus andere planten. Heel veel daarvan zitten er ook gewoon helemaal niet tussen. Die jullie ook dus nooit hebben gezien. Je hebt de raarste dingen. Je hebt ook gewoon planten van redstone. Je hebt planten van inktsacks. Je hebt planten van verschillende dyes. Je hebt dus ook planten van gold en zo. Maar dan moet je nog iets speciaals mee doen. Maar dat is echt zo cool. En er zit zo in principe veel... komt eraan te pas dat echt gewoon... Heb ik echt gewoon zin om dat te gaan doen. En Yuri vond het ook een leuk idee. Yuri kwam er mee, maar oké. Okay. Dus dat is wel een beetje voor in het begin. Nou. Dus later als... Ik weet waar ik heen ben gelopen. Ja, zet je waypoint aan. Dan weet je waar je vandaan komt. Ik sta aan. Oké. Okay. Terug to Jessica Comp. Van die hele grote waypoints en ik zie ze niet, hè, natuurlijk. Wauw. Ik ga trouwens 2 grote ramen doen in plaats van die kleintjes. Maar kijk, deze planten zijn volgens mij tier 2 en die rozen zijn volgens mij tier 1 of tier 2 ook. Dus zo kan je een beetje doen. En je ook melons en zo kan je doen. En allemaal andere shit. Maar tja. Dat wou ik dus, ik weet niet precies, waar gaan we dat trouwens doen, Yuri? Want we hebben hier al een gigantisch oppervlakte als tree farm gebruikt. Gewoon al die bomen weghakken en dan allemaal alles plat maken ofzo. Wacht, anders doen we het misschien hier? Zou dit een goede plek kunnen zijn? Wacht, ja, je bent er natuurlijk nu niet. Serieus, het is ook niet echt handig dat je zoveel saplings hebt geplaatst. En ik begin een klein beetje toch nog een beetje te laggen. Dus, maar dat komt omdat ik nog in het begin van de recording zit, denk ik. Hoop ik. We hebben jou, Spider Eyes. Oh ja, maar wat we trouwens wel eerst doen, voordat we echt daarmee aan de slag gaan, is wel, dat doe ik nu wel, terwijl Yuri nog ergens onderweg is. Geen idee waar hij nu zit. Ik zit nu in de snow biome. Oké, okay, ja, je hoeft niet te veel mee te nemen hoor. Als je een halve stack of zo hebt, is al goed. Oh, ik heb hier nog glass paints. En nog 2 alvast hier. Zo. Och, het is nog steeds zo fucked up. Dan doen we het gewoon zo. Scheet. Ja, mooi. Oké, okay, nou, het is wachten op de vloer. Dus ik ga alvast en op nog wachtglas. Maar ja, dat komt wel. Dus ik ga nu alvast een beetje beginnen met het maken van allemaal van die troep. Koper en rubber. Zo. Dan gaan we naar de crafting bench. Dan maken we wat koper cables met rubber eromheen. Want zonder rubber daar hebben we er nog niet zoveel aan. Wat maak je nou eigenlijk? Ik ga beginnen met een macerator, ga ik proberen te maken. Kijken of ik het al kan. Of ik de stuffs er al voor heb bedoel ik. Oké. Okay. Okay, wat ijzer daar, want ik heb meer refined iron daarvoor nodig. Voor het geval dat jullie het niet meer weten. Dus nou, how to make a macerator. Oké, okay, dus we hebben al van de vorige sessie hadden we een machine block. We hebben redstone gehaald, flink wat. Flint hebben we nodig, kobbel hebben we nodig. En we hebben een batterij nodig. En daarvoor hebben we tin nodig en dat heb ik hier. Dus dat kan er ook netjes bij. En dan kan ik dit hier nog... Oh, wacht. Wel netjes verdelen. Die mag daarbij. Kool mag dan wel. Extra kool erbij. Dus ja, laat maar even lekker koeken. Oké, we hebben refined iron. Daar hadden we er een paar voor nodig. 1 of zo, volgens mij. En dan...
You do it like this and you got an electronic circuit. En deze dingen zijn echt heel belangrijk voor alle machines wat betreft Industrial Craft. Heb je dus dit ding heel vaak voor nodig en ook heel veel machine blocks. Dus goed, eigenlijk is dit standaard, zo en zo. Dit standaard. En dan moet je er nog iets mee doen om het, om echt machines van te maken. Wacht, het moest hier van onder volgens mij. Kobbel en dan, nee wacht, hier van boven 3 flint en hier van onder nog 2. Oké, goed, ik ben eventjes de draad kwijt. Ik kijk wel eventjes in de, wat? Oh, Venk is er. Hallo Venk. Wat heb je? Wat heb je voor me? Oh. Oh, een hele stack. Zo. Voorlopig wel genoeg. Kan jij dan eventjes trouwens de bedden en de workbench even opnieuw tegen de muur plaatsen ofzo? Ik ben even bezig met craften. Ik doe zo meteen wel... de rest van dit. Oké, maar eerst eventjes naar O om te checken hoe ik een macerator maak, want ik ben het vergeten. Ben ik al zo lang uit? Nee, geen... Dit is de super versie van de macerator, de rotary macerator. Maar we gaan nu voor jou. Ah, oké, het waren er maar 2. Oké, over. Wauw, jij bent snel. Ja, waar moet ik die plan even plaatsen? Even verder kijken. Ja, goed dat je het even zegt. Anders om een beetje, het is alleen om even ruimte te sparen. Zet ze gewoon twee hier vlak naast elkaar. Ja, wel Oh ja, en daar in het midden een workbench. Lol. Jongen, waar ga je de workbench op plaatsen? Wacht, ik haal even deze kabels weg, want dat is toch alleen maar verspilling. Plaats hem daar maar tussen. Wacht, eventjes die Mac weghalen. Zo. Waar heb je de... Dude! Jongen, kom op. Hij werkt nog. Ja, hij tuurlijk werkt hij nog, maar ik bedoel, het is zo onhandig. Zo. Kijk eens aan. En hier was trouwens een furnace ontploft door die creeper, dus... Eén furnace. Ik maak er nog wel 3 of zo of 4. Oké, ik ga nu de batterij maken. Wacht, heb ik die kabels in net weggezet? Serieus, we zijn amper begonnen met deze let's play en nu zit onze kist al helemaal bezaaid met shit en helemaal onregelmatig en... Ah. Alsof we nog niet zijn begonnen. Ik ga hier achter, ga ik even een furnace gebouwtje maken of zoiets. Ben je alle furnaces in gaat houden? Ja, en ook alle messenritten of zo, ik weet ja, niet. Ja, nee, ik weet niet of je dat aparte buiten... Ons idee was trouwens, even voor de kijkers, dat wij... niet één enorm gebouw gaan doen waar alles in zit, maar we gaan een soort van echt bedrijventerrein opbouwen. Met allemaal kleine gebouwtjes, met allemaal afzonderlijke taken. Dus de ene die zit vol met macerators, de andere die zorgt voor dat, en dan weer een ander zorgt voor dit. En, heb je wel lightfoods? Lightfoods. Bedoel je gewoon of... Ja, dat lichte zeg maar. Oh ja, hier zo, een half stack. Ik ga trouwens even tijdelijk voor dit gewoon even opvullen, want ik heb geen zin om zand te gaan halen en anders komen er allemaal beesten door naar binnen. En daar moet ik nog even een deur plaatsen. Waar heb ik dat ding? Oh, die staat erboven. Ik vind het wel onhandig dat je... Ik ga hem 1 lager zetten. De workbench. En zo heb je trouwens al van die marble bricks. Weet ik. Ja, die hadden toch mind. Zo, en dan 2. Nee, geen 2 torch. Ah, oh, mijn maag gaat weer zeuren. Tegen mijn broertje. Geweldig. Zo. Done. Heb je nog van het normale hout? Ja, de dingen zeg maar. Het wood zelf. Daar. Zo. 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 Als mijn moeder de bek niet houdt, ga ik er slaan. Ik bedoel... Zo. Maar niet doen. Nee, inderdaad. Disrespectful. Ik vind het echt een vaag dingetje zo, die bedden. Maar goed. Zal wel. Ik vind het wel vet, zo skylight eigenlijk. Beter zullen we dat houden. Wat? Dat we de bovenkant wel gewoon van glas gaan doen ofzo. Kijk. Oh, ja. Ja? Oké, nou ik ga dus nu beginnen met zo'n batterij. Even zien, waar heb ik die... Hier zijn die koppelkabels en zo. Dus tin en tin en 2 redstone en daarbovenop een copper cable. En dan hebben we een batterij. De batterij hoeft trouwens niet opgelaten zijn voor de
weet misschien wat ik nu aan het maken ben. Dat is trouwens een generator. En daar hebben we een furnace voor nodig. Deze week nog wel helemaal uit mijn kop. Zoep. En dan hebben we een generator. Kijk, Vink. Pam. Kijk, ja. Die kan je niet meer oppakken, hè? Of je moet een wrench hebben. Ja, een wrench hebben. Dat duurt nog heel lang. Maar ik laat hem gewoon even hier staan. Dit is gewoon even tijdelijk. We douwen even alles hierin. En later, dan gaan we voor elk apart. Dit is zeg maar, hier, in dit gebouwtje zit van alles wat. Maar echt, om heel veel tegelijk te doen, dat doen we allemaal aparte gebouwtjes. Wacht, waarom? Je moet hem er niet aan vastmaken, hè? Of wil je dit nog een heel stuk verder doen? Nog een heel stuk groter. Ja, wat? Ja, waarom maak je trouwens dat, hoe heet het? Dit hier, kom. Dit, waarom bouw je dit eraan vast? Ja, dan moet toch iets komen waar we alles ingezet dan? Of is hier genoeg ruimte? Oh, wil je zodat hier van alles wat zit? Ik dacht dat voorlopig was dit wel genoeg zo. Oké. Dus beter koppel je het gewoon los en douw je het ergens anders aan. Ja, inderdaad, hier zo. Geen zin meer in, hè. Dus ja, laat gewoon staan. Ik zet er wel een sign bij van niet in gebruik. Is goed. Oké, goed. Nou, er moeten niet meer, veel meer furnaces bij komen, anders raken de kleuters kwijt van waar naar waar zit. Nog één lullig blokje. Wacht, ik had nog een stand hier. Oh, twee. Lol. Beter gaan we eerst even slapen, trouwens. Wacht. Oh ja, Yuri is dood. Nog steeds, nee. Oké, goed. Nu is het tijd voor de macerator. Want nu hebben we de generator gemaakt. Dan moeten we een nieuw blok nodig. Als we nu macerator hebben, dan kunnen we veel meer doen. En trouwens, dat is trouwens het eerste stap wat we ook nodig hebben voor die crossbreeding. Dan moeten we iets doen met spider eyes. Dat kan jij nog niet, hè, Yuri? Of wel? Spider eyes? Yep. Daar vertel ik je zo wel even van. Wat kan je daarmee doen dan? Om te verzorgen, want er is ook onkruid. Dus daar moet ik iets mee doen. Zo. Oh ja, wat voor wrench moest je hebben? De bronze. Die andere was voor is voor buizen van Buildcraft, dus dat is iets anders. Okay. Maar goed, we hebben nu eindelijk een generator en een macerator. Ons eerste stukje elektriciteit shit. We zoeken even naar kool. Zo. Wow, we hebben echt veel kool op zich. Douwen in de generator. And there it goes. Gaat te branden, energie, komt hierin. En we kunnen dingen laten maceraten. En ik heb geen idee wat ik ga doen. Kan ik dit maceraten? Of dan moet ik extracten zeker. Yep. Dan doen we maar meteen die spider eyes, waar ik jullie net over vertelde. En te laten zien wat het wordt. Het is speciaal. Want, hoe heet het? Als dit helemaal vol is, dan is iets maceraten. En dan krijg je twee... Nou, even spanning blijven. Daar. Twee grun powder. Hier, Yuri, kijk. Wat is dat? Dat is, dat heb je nodig om een soort van anti-onkruid spray te maken. Voor op je farmland te spuiten. Anders krijg je onkruidgroei en een onkruid vernietigt je planten. En met dit kan je dat tegengaan. En dan had je nog redstone nodig en een cel. Even kijken hoe je zo'n cel maakt. Zo maak je van die cellen. Ik heb nu een paar empty cells. Oké, ik ga het proberen te maken. Ik weet niet meer precies wat nou de recipe was. En... ja, ik heb hem. Hier. Pak je ook maar een busje. Wheat eggs. Wheat is onkruid. Voor het geval dat je die wist. Wacht, ik had nog. Zo. En dat heeft dan een aantal uses. Ik weet niet precies hoeveel. Ik hou nog één reserve. Duik hier even hierboven. In de bovenste kist. En dan moeten we dus gebruiken voor op ons farmland. Maar... het probleem is, we hebben nog niet farmland. Nou, dat is handig.